Dank u wel. De volgende op de lijst is Merabi. Ik ken haar niet, dus Merabi. Ah, kijk eens aan. En na Merabi komt Loes Heijmakers. Oké. Hij is de Merabi. Het eerste gedicht is een kort gedicht aan mijn arts, met wie ik sinds kort mijn medische toestand in een gedicht beschrijf. Koppijn. De papavers blijven komen, uit de kaars spattend. Hun wortels graven tunnels in mijn hoofd, zeker van hun zaak. Jaagtijden zijn hun vreemd, gefluisterd boven mijn waken. Mensen kruipen uit hun schulp. Een enkeling trotseert de hitte. Laat het zweet stromen. Proeft het zout. Christian drukt zijn voetzolen in de schaduwrijke zand tussen de bloembedden. De bloemen hebben het maar te nemen. Luchtbellen hopen zich op onder het afval. Opgejaagd door de geur van wilde amandelen. Ze komen recht naar boven. Jonge dromen, maan van herinneringen, rivier van steen, geen gras zo groen, koeien vind je overal. Zwaaiend in de wind, een windvlag van hoop, hier geen mensen, geen honden, Hollands landschap over en sluiten. Watersporen in een roestig landschap. Straten ingekapseld door zon, licht stemmen balanceren tussen randen van stilte, houtsplinters gezien en gehoord. Eén kamer, twee hoofden, een maan, monden vol spindrag, spiegels komen beslagen ten ijs. Diner dansant, mond met kersen, vers gevolgd, in tederheid vermalen. Tussen hagelwitte tanden. In het licht van de maan duiken ze weer op. Schimmen, overdekt met het stuismeel van een te vroege lente. Het kind op mijn rug laat zich desalniettemin bezwangeren.